Hi, goedemorgen. Ik ben niet helemaal lekker. Laten we daarmee beginnen. Dus als ik een beetje raar klink, soms een beetje vol, soms een beetje... dan komt het daardoor. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan en ik heb een primer op. En we gaan full face of essence doen. En dat is natuurlijk niet een full face. Want... maar ik heb wat nieuwe producten van Essence en die wil ik toch wel uitproberen. Dus dan nemen we de Essence A Fresh and Fit Foundation met vitaminecomplex. Waarvan ik weet dat ik hem heel fijn vind. Tegenwoordig breng ik foundation aan met een stippelbrush. Dat is dit. En daar krijg je een hele lichte natuurlijke dekking. Ik had al concealer op. En eigenlijk hierdoor, heel klein beetje bijpakken. Door die stippling brush krijg je eigenlijk een beetje een lichte tot medium dekking. Vergelijk het met een spons, maar dan net niet. Maar ik vind dit echt mooi. Dat, ja. Er laat een plukje haar los. Maar waar heb ik last van? Ik denk dat ik een holteontsteking heb. Want ik heb ontzettende hoofdpijn. Het hangt heel erg in de oogholtes. En mijn neus zit vol. En ik ben niet verkouden, maar mijn neus zit vol. Ja. Nieuw voor mij, maar niet nieuw op de markt, is de... Ja, heet het Baby Cut Blush? Ik kan het niet lezen. Baby Cut Bronze is dit. Uiteraard, want het is een bronzer. Nou, heb ik het gisteren natuurlijk, heb ik het wel even geprobeerd stiekem. Dus helemaal nieuw is hij niet. En toen vond ik hem heel fijn. Dus dan gaan we kijken of die dat nu ook is. Dit is een goede bronzer slash contourkleur voor mij. Hij is niet te warm. En ik moet zeggen, hij blendt wel heel goed uit hoor. Heel mooi. Terwijl die niet heel erg super creamy is voor mijn gevoel. Vind ik hem echt, echt, ja. En dan heb ik ook de Baby Cut Bronze. En ik heb de Pure Nude in een andere kleur. Dit is iets met peach, Pretty Peach. De Baby Cut Bronze, moet ik toch mijn bril opzetten. Heb ik in de kleur
peaches en cream. Maar ik heb ook deze van de nieuwe Disney collectie. En alles heeft een anti-gebruikssluiting vandaag. Wat is dit? Waarom lukt dit niet? Nu wel. Er zit een beschermdingetje op. En dit is een bouncy blush. Kijk, je kan er dus gaten in prikken. Je hebt er niet veel van nodig. Nou vind ik dit niet erg. Want ik ga toch zo meteen nog poederen. Maar in ieder geval voor de volledigheid is dit de Pretty Peach. Is dit de nieuwe Disney blush? En is dit de Peaches and Cream? Die ik overigens, kan ik vertellen, heel fijn vind. Ja, zo. Nou heb ik, als het goed is, ook nog een essence poeder. Ja. Dit is de Skin Loving Mineral Powder. En mijn puff. En dan ga ik eerst de ogen doen. En rond mijn neus. En dan poederen we de rest af. En die komt er echt nog heel mooi doorheen. Ik heb wel een maar waar? Dit is een Hydrating Glow Mist van Essence, maar die gaan we op het einde gebruiken. Ik gebruik even mijn Maximore Hydrating Fixing Spray. Dat is dan om de poeder te laten versmelten. Over het algemeen ben ik niet een hele grote fan van Essence producten. Maar goed, maar dat geeft niet. Kijk, dit komt er nog wel heel mooi doorheen. Ik zal eens even kijken of ik toevallig nog een Essence mascara heb. En dat denk ik niet. Nee,
Dus dan gebruik ik die even van Catrice. Ik doe een simpele look, hè, want ik ben gewoon thuis vandaag. Want ik ben gewoon echt niet lekker. Dus ik doe even de wimpers krullen. Het begon gisteren eigenlijk. Ik doe gewoon één laagje mascara. Weet je, ik verwacht ook niemand. Dennis is naar zijn werk. En dat is ook. Dus ja. Ik heb ook geen lippotlood, dus ik gebruik even de... Nee, dat doe ik niet. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk. Ik gebruik even de nieuwe Plumping Lip Liner van Catrice. Dat is niet nieuw, maar de kleur is nieuw. Zo. En dan heb ik... Ik heb niet heel veel van Essence. Ik heb überhaupt niet heel veel van Essence. De Mickey Mouse. Dit is de Mickey Mouse Balmy Gloss. En dit is de donkerste kleur. Een 02 Back to Nature. En dan zit er heel leuk ook een QR-code op, waarbij je dan, ja, weet niet, iets van informatie kan krijgen of zo. Maar ik moet zeggen, als je de rode kleur op, en ik vind dit is het voelt een beetje dikker, maar niet vervelend. Het voelt heel verzorgend. Ja, ik vind het een hele fijne lipbalm. Ik heb hem gisteren opgehad. En toen moet ik zeggen dat ik, dit was om 9:30 ochtends gisteren, dat ik hem opdeed. Rond een uur of drie voelde ik nog wel, was de kleur weg en de glans was weg. Maar ik voelde nog wel hydratatie, zeg maar. Ik heb de Essence Make Me Glow Highlighter. Ja. You love it or you hate it. Voor mij is het genoeg glow. Zo, meer dan genoeg. En dan zal ik de Hydrating Glow Multi-Use Spray gebruiken. Die heel erg naar kokos ruikt. En zoals we weten, vind ik dat niet lekker. Dit is de look voor vandaag. Ik moet nog even wat weghalen zie ik. Waarbij ik moet zeggen, dat ik deze Essence producten en die balm en zo. En dan deze blush. Deze blush kende ik al in een andere kleur. Deze waren nieuw voor mij. Die vind ik heel fijn. Het geeft een hele mooie natuurlijke brons contour aan mijn
gezicht. Deze is echt, deze vind ik heel fijn. Het plakt niet, maar het voelt heel verzorgend. Het voelt echt heel verzorgend. Ik vind de kleur ook leuk. Deze lip liner is iets donkerder, maar hij maakt het dan weer wat lichter. Ja, ik vind dit heel mooi. Deze blush, ja, is heel leuk. Ja, nou, voor een ik blijf thuis, ik ga niks doen vandaag look, vind ik het echt geslaagd. Dus ik heb hier twee nieuwe Essence producten, tenminste voor mij nieuw, de Baby God Bronze en Blush. En de nieuwe Essence producten van de Disney collectie, van de Mickey en Minnie collectie heet het volgens mij. De lichtste blush, of de meest peachy blush. En dan de Balmy Gloss. Dit is 01 Never Grow Up Bouncy Blush. Er zit wel Dimeticone in. Het is één grote siliconenboel. Als je daar niet van houdt, moet je het niet kopen. Ja, maar goed. Deze foundation, ja, die wist ik al dat ik die fijn vond hoor, want die vind ik altijd heel fijn. De poeder, deze is goed. Kijk maar hoe vaak ik die gebruikt heb. Ik heb er ook al een nieuwe. Het is een kleine Essence try-out, zullen we dat zo noemen? Mijn haren laten los. Ik ga koffie drinken en dan ga ik op de bank liggen. Tussendoor, want ik moet nog gewoon mijn huishoudelijke dingen doen. Ik zit te kijken. Ja. Gelukt. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Daar help je me mee. En abonneer op mijn kanaal. We groeien langzaam, maar gestaag. Dus dat vind ik heel leuk. En dan kunnen we gewoon wat groter worden. En dan hoe meer mensen, hoe meer vreugd. En hoe meer kijken. Als je ideeën hebt over dingen die ik moet proberen, laat het weten. Niet zozeer skincare, want dat is een beetje... Ik heb daar gewoon niet zo heel veel verstand van. Van make-up ook niet trouwens. Maar ik ben gewoon een consumentenmening. Hè? Voor de zekerheid, laat het nog weten. Dit is hoe het eruit ziet op een 50-jarige droge huid. Als referentiepunt. Verder heb ik niks te melden. Abonneer en doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag bij de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei!